Ja, maar ik wist het antwoord zelf ook niet. Maar geven wij nog les voor, jongen? Yo, leuk dat je kijkt naar Kook TV. Ik ben Marije. Ik ben Trento. Ik ben Bradley. Ik ben Roen. En wij zijn Coolbox. En wij maken van hele saaie superleuke dingen. En het is weer eens tijd om huiswerk te maken. Dit hebben we al 2 keer eerder gedaan en die kun je hier rechtsboven checken. Zo, goedemorgen lieve klas. Goedemorgen. Welkom allemaal bij de les geschiedenis. Jeroen, laat me niet zo te gapen, je hebt je al verslapen. En dan zie ik jullie in de klas kijken met een blik van dat geschiedenis is toch hartstikke saai. Hebben we er helemaal niks aan, maar waarom is het belangrijk om iets over geschiedenis te weten hier? Omdat er heel veel dingen in de geschiedenis zijn gebeurd die ervoor hebben gezorgd dat wij leven zoals dat wij nu leven. Ja, en daar hebben we hier een soortje huiswerk voor jullie opgesteld en dat mogen jullie lekker gaan maken. Succes! Hey! Marije, kun jij misschien even die puinzool hier opruimen? Jongens, en zijn er nog vragen? Nee? Dat dacht ik al. Hey, dan gaan wij even een bakje doen. Oké. Ik heb dus een opdracht meegekregen met allemaal geschiedenisvragen. In totaal 14 vragen. Over de oorlog, over een oude burgemeester. Ik heb er even doorheen gebladerd. En ik dacht dat het wel een goed idee was om met dit mooie weer naar het dak van Nemo te gaan. Want volgens mij zitten daar een heleboel mensen lekker van de zon te genieten. Dus die hebben vast wel even tijd om met mij wat vragen te beantwoorden. Ik ga vandaag proberen om de ouderen te zoeken, aangezien ik denk dat die het meeste zullen weten over de geschiedenis. Dit gaat helemaal goed komen. Geschiedenis was een van mijn lievelingsvakken. Dus ik ga dit helemaal fixen. Wie is de eerste persoon die op de maan is geweest? Oké, wacht. Was het niet iets met Armstrong, zoiets? Wil jij even zijn voornaam? Neil Armstrong. Did you know when the wall in Berlin fell? Oh, okay. I think it's 21? No? I don't know. Yes. Yes? Can you write it down? Yes. In welk jaar was de watersnoodramp? 1963. Die kan je niet uitkiezen. Het is 61, 53, 45 of 72. Yeah, te gek. Oh nee, mijn papier. Oké, dus ik heb in ieder geval 1. Vraag 2, vraag 3, vraag 4, vraag 5. Oh, vraag 5 heb ik alleen maar. Ik heb maar 5 vragen. Ik dacht dat ik er 6 had. Wanneer is de eerste YouTube-filmpje online gegaan? En wat voor filmpje was dit? Een filmpje? Nou, van een aap. Olifanten waren het. Over van die reclame van... Nee, dat is geen reclame. Nee. Oké, ik zit hier met een paar jongens. Die zijn lekker aan het chillen in de zon. En we gaan even wat geschiedenisvragen beantwoorden. Ik denk dat we 80 jaar oorlog. Zo, ik hoef helemaal niks meer te maken zo. Ik heb de geschiedenisquiz meegedaan. Geschiedenisquiz? De nationale, ja. Wie is de eerste persoon op de maan geweest? Dat Louis Armstrong. Volgens mij wel, hè. Neil Armstrong is Neil Armstrong. Louis Armstrong is de schaam. Is het Neil of Louis? Neil. Dan ga ik Neil opschrijven. Goed, ik heb bijna alle vragen beantwoord, maar ik moet snel naar mijn les. Snel laten controleren of dit allemaal wel goed is. Dus ik ga nu snel naar de tram en misschien dat ik onderweg nog 1 iemand kan vragen. Zo. Even je zonnebril af. Even je zonnebril af, dat is wel zo netjes. De zon schijnt een beetje. Deur dicht, goed zo. Nou, binnen niet hoor. Niet? Nee. Oh, jij bent toch zonnetje in huis? Hoe is het gegaan? Goed. Ja? Ja, ik ben heel slim. 2 woorden. Goed gedaan. Nee. Ja, het is wel 2 woorden. Maar... Heb je iets met geschiedenis? Ja, iedereen heeft wel zijn eigen geschiedenis. Weet jij wat geschiedenis? Goed, de eerste vraag. In welk jaar begon in Europa de Tweede Wereldoorlog? C, 39. Ja, dat klopt. Van harte gefeliciteerd. Daar heb jij geantwoord C, 1939. Ja, ik weet zeker dat het goed is. Hier staat in 1939 en dat is helemaal correct. Dun, 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 dun. We doen ook al sound effects zelf. Ja. Dat is niet normaal. Ja, 1939, hij C. Hij heeft het goed hoor. Heel goed. In welk jaar was de watersnoodramp? Dat moet ik weten, ik kom uit Zeeland. Oh ja, jij hebt het nog meegemaakt. Ik heb het meegemaakt. Ja. Jouw ouders? Ook. Ja? Ja. Zijn die ook Delta werkloos of niet? Ja, leuk. 1953. Super goed, jongen. Hartstikke helemaal goed. Wanneer is het Wilhelmus ontstaan? Dat wist ik echt. 18e, zeg je. Oh, hij heeft dat opgeschreven. De 18e. Op jouw 18e. Ja. Dat is ook een mooi lied. Ja, zing het dan. Wilhelmus! Ik had 1864 opgeschreven. Oké.
Okay. Ja, dat is dus echt hartstikke een fout van. Invader! Dan geef jij als antwoord 80-jarige oorlog. Ja, nee, maar, jij kijkt naar de volgende vraag. Nee, 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 ik heb niet het antwoord opgeschreven, hè? Heb ik altijd geleerd? Nee, ik kan het niet klaar. In welk jaar viel de Berlijnse muur? Jij zegt yes. Yes. Nou, ik had zeg maar het aan een Franse meneer gevraagd, maar die verstond mij volgens mij niet helemaal. En toen zei ik van, weet je het antwoord? Zei hij yes. En toen zei ik, kan je het opschrijven? En toen schreef hij letterlijk yes. Blijft hij dat stil? Ja, ik snap het niet. Ik snap het helemaal. Maar dan ga jij akkoord dus met dit Maar ik wist het antwoord zelf ook niet. Dus ik heb het gewoon gedaan. Maar geven wij nog les voor, jongens? Echt. We hebben wel weer genoeg onderwerpen voor spreekbeurt, zie ik zo. In welk jaar viel de Berlijnse muur? Kan gewoon een video zijn. Volgende vraag. Wanneer reed de eerste trein door Nederland? Wat had ik opgeschreven? Ja, het foute antwoord heb je opgeschreven. Oké. Ja, laten we gewoon direct recht voor z'n raap zijn. 1898 heb ik volgens mij opgeschreven. Ik ga het spontaan verwoesten. Nee, het is 1839. En weet je ook door wie? Nee, dat weet ik. Treintje Oosterhuis. Die was leuk. Wie is de eerste persoon die op de maan is geweest? Dat is Neil Armstrong. Yes. En ik weet wel een leuk feitje over. Oh, leuk. Ja? Hij heeft 7 keer de Tour de France gewonnen. En hij kan ook heel goed trompet spelen. als je Neil Armstrong hebt en je hebt dan zijn achternaam, maar je doet alleen de eerste letter van zijn achternaam, dus A. Ja. Dan staat er nieuw A. Draai je dat om, staat er alien. Ja. Complot, strikt geheim. Dat is allemaal goed, Neil Armstrong. Nou, 6,5 punt, jongen. 7,5 punt, jongen. Mag ik daar trots op zijn? Well done. Daar mag jij best trots op zijn. Zit hij niet bij Engels, maar ik zeg well done. Thank you. 10 punten. Zo. Heel goed gedaan. Heel goed gedaan. Heel goed gedaan. Kort applaus. 11, 12 en half. Zo. Dat is erg goed. Jerenzo, jij hebt deze huiswerkopdracht het beste gedaan. Yes. Gefeliciteerd. Dankjewel. Heel goed gedaan. Wil je de vorige aflevering zien waarin we Snapchat verstoppertje gingen spelen? Klik dan hier. Wil je nou de vorige aflevering zien van de Coke Fish Chicks? Klik dan daar. Heb je nog andere saaie situaties die wij leuker kunnen maken? Laat die dan even achter in de reacties. En vergeet natuurlijk niet te abonneren op Coke TV. Ja, en op Spreekbeurt. Want heb je iedere donderdag een nieuwe Spreekbeurt. Hoe leuk is dat? Hey. Later! Hey. Bye.